Hey, hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Op Reis met Stijn. Je zal misschien nou denken, wat een rare hoek om zo te filmen. Maar nou, het weer is ontzettend lekker. Het zonnetje schijnt heerlijk. Maar het waait enorm hard en wind stoort enorm in de microfoon. Dus vandaar dat ik even op deze manier film. Ik zal deze video dus ook mijn vertelsels en mijn verhalen en alles wat ik ga doen iets moeten verminderen, zodat jullie niet te veel overlast hebben van windgeruis in de microfoon. Maar in ieder geval, in deze video gaan wij verder op de vorige video, waarin jullie hebben kunnen zien dat ik de schoon watertank helemaal schoongemaakt heb. Die zat helemaal vol met vieze groene alg. En nu gaan we verder. Nu gaan we het verwarmingselement in de tank monteren en een verwarmingsdraad om de slang die van de watertank afkomt, die naar binnen toe gaat. Allebei beide om hem te beschermen tegen de vrieskou. Ook al is het nu ontzettend lekker weer. Je weet nooit wat januari en februari nog in petto hebben aan vrieskou. Dus ja, de voorbereiding daarop gaan wij deze video, de verwarmingselement, installeren. Op de vorige video waarin ik de schoon watertank heb schoongemaakt, heb ik enorm veel reacties gekregen over hoe ik hem kan beschermen zodat er niet weer opnieuw alg in komt. En eigenlijk kwam het erop neer, isoleren en donker maken. Heel veel mensen zeggen, pak gewoon een spuitbus met verf of plastidip en maak de tank zwart. Als die zwart is, kan er geen licht in komen en heb je dus geen alggroei. Dat is iets wat ik zeker ga doen. Ofwel in combinatie met een ombouw eromheen, ofwel met isolatie er nog eromheen. Maar dat ga ik niet nu doen, want daarvoor moet ik heel de tank eronder uit gaan halen. En daar heb ik gewoonweg helaas geen tijd voor vanwege werk wat ik nu nog aan het doen ben. En we zijn over anderhalve week weer bij deze camperplaats weg. En ja, voor die tijd wil ik wel de verwarmingselementen erin hebben zitten. Dus ik ga de tank zeker nog aanpassen, zodat hij algbestendig gaat worden. Maar dat ga ik deze video nog niet doen dus. Wat ik heb is een verwarmingselement. Die gaat in de tank. Die kostte me liefst bijna 80 euro. 30 watt. Schakelt in onder de 5 graden. Schakelt uit boven de 10 graden. Maar je kunt hem uiteraard ook van binnenuit met een schakelaar nog extra schakelen als je dat wil. En om de waterslang komt deze verwarmingsslang. In ieder geval een draad die warm gaat worden. Die is 3 meter lang. Die kan ik een klein beetje eromheen wikkelen. Die ga ik ook inpakken met isolatiebuis en aluminium tape. Dus dat wordt nog best wel een knutselpartijtje. Maar we gaan beginnen met de verwarmingselement in de tank te bouwen. Ik dacht dat het schoonmaken een pokkenkarwei was, maar ik ben nou met een steeksleutel het verwarmingselement door de tank aan het draaien. Want ik had een gat met, ja, denk 1 of 2 mm niet groot genoeg geboord. Het is te klein geboord. Maar de volgende maat was weer te groot, zeg maar. Dus ik dacht, ik moet de kleinere maat doen. En dan draai ik hem er wel doorheen en dat gaat wel. Je kunt geen volledige slagen maken in de tank en je ziet niks als je bezig bent. Dus stukje bij beetje gaat de schroefdraad door de wand heen.
Nou, al met al viel het me nog reuze mee. Het element zit in de tank. Het meest irritant op dit moment is nog dat het heel hard waait en de hele tijd het zeilwerk op liggen, alle kanten op gaat, de camera omwaait. Ik stoot ook heel de tijd mijn arm tegen dit soort punten aan en mijn hoofd tegen de balk hierboven. En het is duidelijk niet mijn dag, maar het element zit erin. Ik heb het maar aan de binnenkant goed vastzitten en aan de buitenkant goed vastzitten. Dat zag er net op de camera niet zo uit, maar het zit echt nu goed. Wat ik nu ga doen is de warmtedraad om de waterslang heen. Dan ga ik even een beetje puzzelen hoe ik dat ga doen. En misschien is het nog wel het lastigste om erbij te kunnen en om het te kunnen filmen. Dus ik hoop dat ik daar een beetje in beeld ga krijgen. Nou, dat dus. Ik ga even het warmtelint erbij pakken. Mijn camper staat zo hoog op zijn wielen en ik zou er precies onder kunnen zitten. Met mijn hoofd kan ik, ja, of vanaf de grond, zo kom ik gewoon niet uit mijn woorden. Ik kan met mijn kont op de grond gaan zitten en dan pas ik met mijn hoofd precies, zeg maar, onder de wagen. Alleen alles is enorm smerig, vettig, vuil. En ja, hier en daar zit een buis en een aandrijfas. Er zit nogal het een en het ander in de weg, zeg maar. Maar goed, je ziet daar de slang lopen. Ik heb hier het verwarmingslint. Ik heb isolatiebuizen, dat is eigenlijk voor verwarmingsbuizen, maar dat is hier ook zeer geschikt voor. Ik heb aluminium tape. Dat moet eerst om de slang heen. Dan deze samen met het verwarmingslint. En uiteindelijk ga ik hem helemaal aftapen, gewoon met duct tape. Dus dat is nog wel een klusje. Dus nog meer werk dan het verwarmingselement wat nou in de tank zit. En daarna moet ik natuurlijk nog wel allebei helemaal aansluiten aan elektra. Maar dat gaat hier gewoon door de bodem heen. Dan kom je onderin de kledingkast eigenlijk uit en daar zit nog meer elektra. Maar dat laat ik straks wel even zien. Ja. Ik ga die kant op kruipen, denk ik. Eens zien hoeveel jullie daar dan nog van kunnen zien. Even een betere plek zoeken voor de camera. Ik heb hier die buis, of hoe noem je het, een verwarmingslint. Hij is 3 meter, dat is het zwarte gedeelte. En er zit een grijs gedeelte aan.
Maar die zit aan beide zijdes. Dat is niet zo heel erg handig. Want dat wil dus zeggen dat je één draad hebt aan de ene kant van de slang. En een andere draad aan de andere kant van de slang. En dan moeten ze allebei door de bodem heen. En dan moet ik ze boven weer eigenlijk bij elkaar brengen. Want hier moet 12 volt doorheen lopen. Ik had eigenlijk gehoopt dat het gewoon een... Zeg maar dit was. En dat hier gewoon twee draden aan zaten. Dit brengt iets meer uitdaging met zich mee. En ik moet heel even denken hoe ik dit ga doen. Want ik kan hem natuurlijk ook gewoon aan de slang maken. En de andere kant weer terug laten lopen aan de buitenkant van de isolatie. Want het is op zich niet erg als er een draadje onder de wagen loopt. Want er zijn er wel meer. Ook origineel afval. Wel jammer dat het op deze manier gedaan is. En dan zit er... Dit is ook wel ongeveer 3 meter wat er aan zit. Dus in feite zou je hem dan helemaal terug kunnen leggen. Denk ik. Ja. Dat inpakken met die aluminium tape. Dat zal best wel nodig zijn. Dat wordt echt overal aangeraden. Dat is me toch een pokkenwerk, jongen. Het is een soort scheurtape. Het is eigenlijk net als aluminiumfolie. Je scheurt als een, meteen zoals je ernaar kijkt, scheurt hij al. Maar goed. En hij zit natuurlijk ook nog eens overal achter en tussen en vast. En... Ja, best een uitdaging. Je camper winter klaarmaken. We zijn weer een paar dagen verder, misschien wel een week verder inmiddels zelfs. Inmiddels ook op een andere camperplaats. Zoals je ziet, heeft weer gevroren vannacht en er komt weer geen water uit de kraan. Want het systeem was nog niet klaar. We hebben het heel erg druk gehad met werk en andere bezigheden. En ik dacht, het zal nog wel even duren voordat het weer gaat vriezen. Dus kan wel even wachten. Had ik niet moeten doen, want nu komt er dus geen water uit de kraan. Maar heel de slang is helemaal ingepakt. Het draad loopt er langs, de isolatie zit eromheen. Hij is ingetaped. Dus dat is helemaal gedaan. Het enige wat nou nog moet gebeuren is het aansluiten, het elektrische gedeelte ervan. Dat ga ik jullie nu even laten zien. Gaatje boren door de bodem, draden trekken. Wordt nog wel een beetje een knutselpartijtje. En ik moet nog even 2 schakelaars plaatsen, maar ik ben er nog niet over uit waar dat die moeten komen. Dus ik ga heel even een tijdelijke oplossing maken, zodat in ieder geval het leidingssysteem weer bruikbaar is. Nou, en dit is het draadje van de verwarmingskabel die om de slang heen zit. Die heb ik heel eventjes hier vastgezet toen. Die gaat hier de bodem in, vlak langs de dieselkachel. Is verder niet gevaarlijk, maak je geen zorgen, er is daar genoeg ruimte voor. Maar hier zit ook de dieselkachel boven, dus dat schat hier. En dan gaat deze doorheen. En in de tank zit natuurlijk het verwarmingselement. Daar ga ik ook een draad aan maken met van die kabelschoentjes. En die gaat hier ook de bodem in.
Zo, het gat is geboord. Ik heb de kabels een deels doorgevoerd. Dan ga ik jullie nu laten zien waar het binnen naar boven komt. Dat is namelijk nogal een bijzonder plekje. We hebben binnen namelijk gewoon echt een grote eikenkast. En dit verraadt het misschien. Het lijkt kapot, is het niet. Zo, gewoon los. Maar achter dit deurtje, daar zit onze dieselkachel onderin. En daar komen ook de draden naar boven. Die ga ik even eventjes vissen. Ja. En voor de oplettende kijker, je ziet hier ook het een en ander aan elektra zitten. Dus de tweede zekeringkast in deze camper, omdat in deze hoek best wel veel elektra te vinden was. Heb ik hier nog een extra zekeringkastje gemaakt, zodat ik niet door heel de camper alle draden hoef te trekken. In deze ruimte zou ik dus ook twee schakelaars moeten maken voor eigenlijk het ontdooisysteem van het watersysteem. Alleen ik ben er nog niet over uit waar ik die schakelaars moet gaan maken. Dus tot die tijd ga ik ze gewoon rechtstreeks op de zekeringkast maken, denk ik. Misschien een schakelaartje ertussen dat hij gewoon los hangt. Maar ik kan hem hier altijd loshalen of de zekering eruit halen. En dan is het systeem ook zonder stroom. En zodra ik erover uit ben waar het definitief moet, ga ik het daar pas monteren. Eerst maar even de kabels verder doortrekken. Even kijken. Zo. Nou, ik heb Thijs even de opdracht gegeven om binnen aan de kabels te trekken, zodat ik hier in de gaten kan houden dat we nog genoeg draad over hebben. Begin maar even met het korte kabeltje. Of het dunne kabeltje bedoel ik. Ja, ho. En nou de dikke, en die is best wel lang nog. Heel erg lang zelfs. Er komt nog wel een meter of twee, drie, denk ik. Zoveel fijner als je zo'n samen kan werken, dit, hè. Anders moet ik elke keer naar binnen en naar buiten om te gaan kijken en dan binnen weer een stukje trekken. Het is wel een mega lange kabel. Hij is er bijna doorheen. Ik had hem eigenlijk iets korter mogen knippen. Maar ja, heeft Thijs ook wat te doen, hè. Bijna nog een halve meter. Ja, stop maar. Dankjewel. Dus de kabel is helemaal doorgevoerd. Nu ga ik heel even met tie-ripjes de kabels goed bij elkaar binden. En vastmaken aan de wagen. Zodat het niet overal maar een beetje rondloopt te hangen. En zodra dat vast zit, dan ga ik binnen de boel aansluiten. Zo, we zijn weer binnen. Buiten zit alle bedrading nou goed. Zit vast bij elkaar, zit allemaal mooi weggewerkt. Kan niks meer mee gebeuren. Hier binnen hebben we heel veel draad. En ik ga het nu nog zeker niet te kort afknippen. Omdat ik er nog niet van overtuigd ben hoe ik het weg ga werken. Maar ik ga er wel schakelaartjes tussen maken. Die heb ik namelijk nog. Als ik het zakje open kreeg. Ja. Hele eenvoudige 12 volt schakelaartjes die ik heel veel gebruikt heb in de camper, die
ook gewoon heel veel in auto's gebruikt worden. Er zit een lampje op, dan weet je ook dat die aan is. Dus gewoon, ja, het zijn hele fijne kleine schakelaartjes. Maar ik ga deze wel een stuk korter maken, maar net zo lang als deze. Dan weet ik in ieder geval dat ik genoeg draad heb. En voor de oplettende kijker wederom. Ik heb al verteld dat de verwarmingssnoer, dat draadje zeg maar, dat een beetje anders gefabriceerd was dan dat ik eigenlijk had gewacht of had gehoopt misschien. Maar ik heb hier dus maar één draad. Dit wordt de plus. De andere kant zit aan de andere kant van de waterslang. Die komt in de keuken naar boven. Daar komt hij op de minpool. En dan ga ik hem hier op de plus schakelen. Misschien een beetje een technisch verhaal. Niet voor iedereen even duidelijk. Maar dat even ter informatie voor degenen die dat interessant vinden. Deze van de verwarmingselement in de tank heb ik wel gewoon de plus en de min hier. En die ga ik hier gewoon allebei aansluiten. En voor de technici onder ons is het misschien wel leuk om te vertellen hoe je zoiets nou aansluit. Het is dus een lampje of een schakelaar met controlelampje. En hij heeft drie aansluitingen. Twee normaal gewoon een plus en een min hebt. Of alleen de plus doorschakelt. Nou, dat is in dit geval eigenlijk ook. En je ziet het niet heel goed. Maar ja, dan zie je dat deze twee een andere kleur hebben dan die. Je hebt namelijk een plus en een min. Hierop komt de plus vanuit de accu. Deze, dat is de plus van, het, van de verbruiker, in dit geval dus het verwarmingselement. Die gaat daarheen. En hier komt de min van zowel de gebruiker als de accu. Dat is af en toe een beetje knutselen. Maar in ieder geval, hier komt dus direct 12 volt op. En die wordt geschakeld naar ja, deze pol, als het ware. Dus, ja. Ik heb gemerkt dat hier heel weinig ruimte hierin is. Dus jullie gaan hier weinig van zien. Ik laat dadelijk gewoon even het eindresultaat zien. Zo, de schakelaar is aangesloten. Een beetje lastig te zien. Maar dit is dus de plus. Die komt direct vanaf de 12 volt vanuit de zekeringkastje. De tweede is de plus die naar de verbruiker gaat. Die laatste, die gele, dat is de min van de verbruiker. En die min... Ja, moet ik een beetje draaien zo. Er zijn dus twee draden. Die gaat zowel naar de verbruiker als naar het massablok. De min vanaf de accu. En als ik deze nou omzet, dan gaat hij branden. En dan doet hij het. En datzelfde trucje moet ik natuurlijk dan nog doen met deze draad. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ook met zo'n schakelaartje ertussen. En dan heb ik heel het systeem voor nu in orde. Dan kan het allemaal weer ontdooien. En dan heb ik straks hopelijk weer water. Zo. Nou, het werkt allemaal. Beide schakelaars werken, lampjes branden. Ik heb net heel even de voltage gemeten op de schakelaars. En beneden op het warmte-element in de tank. Allebei tussen de 12,5 en 13 volt. Dus dat werkt helemaal goed. Nog heel even het afdekkapje over de zekeringen heen. En dan is het ook gefixt. Ja, alleen die schakelaars hangen hier nou dus een beetje los. Het werkt wel, het is niet gevaarlijk. Geen zorgen. Maar ja, ik moet er even nog iets moois voor maken. Hè? Of verzinnen. Volgens mij bestaan er ook een soort... kastjes waar je die schakelaars in kan maken. En dan kan ik hem wel zo op de achterwand of daartussen nog ergens fabriceren. Dus dat komt nog. Ja, werkt. Super fijn dit. Dus dat was het weer voor deze video. Je ziet inmiddels ook, we zijn een paar uur verder. Bob is mooi ontdooid. Kan weer naar buiten kijken. Wordt het ook weer tijd om te gaan verplaatsen naar een volgende locatie. Komende nacht gaat het weer vriezen. Dus daar zijn we nu op voorbereid gelukkig.
kunnen we gewoon water blijven pakken. Kunnen we water aanvullen. Niks meer aan de hand. Ik ben blij dat zowel het warmte-element erin zit als het warmtedraad om de slang heen zit. Dus helemaal winterproof op dit moment. Bedankt voor het kijken naar deze video weer. Zorg dat je geabonneerd bent. Druk meteen op het belletje. Krijg je een notificatie zodra er weer een nieuwe video online staat. En voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.